Hallo allemaal, welkom bij de derde week van deze Moon Challenge. Deze week gaan we naar de nieuwe maan toe. En dat is aankomende zondag om 7:10. En voordat de nieuwe maan gaat groeien eigenlijk, hè, want de nieuwe maan is een tijd van weer groeien naar de volle maan. Maar voordat dat gebeurt, dan heb je de donkere maan. En de donkere maan is aankomend weekend. Dat is dus zondag overdag, maar ook zaterdag kan je eigenlijk die donkere energie al gaan voelen. Doordat je je wat zwaarder voelt, wat negatievere gedachten hebt. En ja, dat je gewoon wat donkerder voelt in je hele doen en laten. Nou, laat het maar gewoon gebeuren, want je daartegen verzetten heeft weinig zin. Het zit gewoon in de lucht, dat is de energie van dit moment eigenlijk. En wat je kan doen om daar lering uit te halen, uit die donkere gedachten, want die heb je gewoon nodig. Donker en licht, zeg maar, dat zijn dingen die we alle twee nodig hebben om in balans te blijven. En die maan geeft ons dat beide. En wat je kunt doen, is dan op zaterdag of op zondag overdag een wandeling maken in de natuur. En dan ga je op zoek naar natuurelementen. En dat doe je gewoon zonder enige bedoelingen. Dus als je aan het wandelen bent en je voelt die donkere energie opkomen, of je voelt depressieve gedachten opkomen, laat het gaan en zoek onderwijl, terwijl je zeg maar aan het wandelen bent, zoek je wat natuurelementen, wat je tegenkomt. Die natuurelementen, die ga je dus zondagavond, ga je die op jouw altaar neerleggen. En jouw altaar, jouw maanaltaar, die kan dus die elementen bevatten waar je dus dingen van kunt gaan leren. Nou, ik heb hier wat dingetjes verzameld. Kijk maar eventjes met me mee. Tijdens mijn wandeling, waar ik dus niet echt over na heb gedacht. Ik heb gewoon achterloos dingen gepakt. En wat ik nu heb gevonden is bijvoorbeeld een aantal eikeltjes. Nou, en eikels die staan voor in je kracht gaan staan. Dus als ik dan denk van, goh, dat is zo voelt voor mij een eikel. Ik heb enorme grote eikels gevonden. Het zijn echt hele grote eikels. Maar die geven voor mij aan dat ik in mijn kracht mag staan. En dat betekent voor mij in dit geval symbolisch van, nou, mijn donkere kant mag ik ook laten zien. En de donkere gevoelens, die kunnen mij ook krachtig maken. En dat is natuurlijk ook zo. Want op het moment dat jij tegen problemen aanloopt, of je bepaalde gevoelens hebt van boosheid of jaloezie of depressiviteit, dan kan je daar enorm veel van leren. En door je er niet tegen te verzetten, maar er echt met liefde naar te gaan kijken, zal je merken dat het je heel veel kan brengen, in plaats van dat je erin gaat zitten en blijft hangen. Nou, die spulletjes die je dus verzamelt in het bos of in duin of waar je dan ook bent in de natuur, die leg je dus zondagavond op jouw maanaltaar. En terwijl je dan die spullen hebt neergezet, neem je een witte kaars. En ik heb hier een hele mooie witte kaars met een prachtige standaard. En die standaard is gemaakt van een stukje vlierhout. En als je een beetje mazzel hebt en je vindt een oude tak van vlier, het is net een bord, dan is die hol van binnen en dan past daar precies een kaars in. Maar dan moet je wel mazzel hebben. En die kaars steek je aan. En terwijl je die kaars aansteekt en je kijkt naar de vlam, maak je je hoofd gewoon even helemaal leeg. En als je dan leeg bent, dan ga je dus kijken naar, wat heb ik neergelegd op mijn altaar en wat kan mij dat vertellen? En als je dan je voorouders en de engelen om hulp en begeleiding vraagt, dan kan je daar ontzettend veel mee, kan je ontzettend veel kennis doorkrijgen van je voorouders of van de engelen om jou te helpen om bepaalde dingen duidelijk te kunnen zien of inzichten te kunnen verkrijgen. En ik heb bijvoorbeeld als beuk, zie ik hier liggen, dat heb ik niet bewust neergelegd, zie ik 3 beukenblaadjes liggen. En deze beuk, het is een nieuw blad.
Dit is een wat ouder blad en dit is een, ja, ook wel een nieuw blad. En de beuk staat sowieso voor verbinding met mijn voorouders. En ik zie dit zeg maar zo als een drie-eenheid, hè? Lichaam, geest en ziel, die dan met elkaar verbonden zijn. En dit is voor mij dan de ziel. De ziel is oud en de lichaam en geest zijn nog jong. En op die manier zeg maar ben je met elkaar verbonden. Zo interpreteer ik dat. Maar dat is dus voor iedereen anders. Dus ga jouw eigen altaar maken. Als je het niet weet of niet, als je denkt, ja, ik kan er niks mee maken, er een foto van en plaats het zeg maar in de groep van week 3. Hè. Dan kan je dus op het maan-event week 3 kan je jouw foto plaatsen. En dan kunnen we je helpen met duiden of definiëren. Zo wordt het ook wel genoemd. Want eigenlijk ben jij dus aan het definiëren of orakelen. Want je gaat vanuit een open perspectief, dus je gaat eigenlijk vanuit een open, vrije geest, ga je kijken van wat ligt daar en wat heeft het mij te vertellen. Nou, dit is dus zondagavond een mooi moment om dat te doen. Maandagavond is het Samhain en dat is het Halloweenfeest. Maar Samhain is eigenlijk het oude feest vanuit vroeger. En dat is het feest dat dus het heksen oud en nieuw gevierd werd. Want 1 november was het nieuw heksennieuwjaar. En dat is ook een heel mooi moment. Ik moet even mekaars aandacht geven, want die gaat uit. Dat is ook een heel mooi moment om te gaan definiëren. Want dan zijn de sluis tussen de twee werelden heel dun. Tussen de levende wereld en de wereld van overledenen. En dan kan je dus ook op dat moment heel goed definiëren of orakelen. Nou, ik wens jullie een fijne... Nou, een fijne week klinkt misschien niet zo. Ik wens jullie een mooie week toe. En laat die donkere energie maar even tot je komen. En vanaf de nieuwe maan probeer hem gewoon weer een beetje eruit te komen.